je maat. Ja, want als je die videoclip ziet, dat is een hele opwindende clip. En zeer, als... zeer. Ja. Zeer opwindend. Ja, ja, zeer, ja, en dan is hij vooral met dames in de weer en zo. Ja. En later heeft hij natuurlijk die hele coming out gehad. Ja, ja. The story of my life. Hè? Ja, 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 ja. Ja, nee, maar als we daar een klein beetje op doorgaan, hè, over wat is het, een dagje of negen? Nee, ja, dan heb je binnenkort weer het Pride Festival. Hè? Ja. Is dat een beetje te overdreven wat er allemaal gebeurt? Of hebben ze iets van het, soms vind ik het. Wat ik een beetje jammer, het wordt langzamerhand zo uit zijn verband getrokken. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die in de provincie leven of zo, die hebben een soort behoefte om een soort dag te hebben waar ze compleet de vrijheid hebben. Ik vraag me alleen altijd af of demonstreren of op deze manier een soort overbrengen naar iedereen dat je homofiel bent. Ik weet niet of dat altijd gezond is op deze manier. Voor mij hoeft het niet. Ik vind dat we gewoon mensen zijn. En je moet proberen de tolerantie natuurlijk bij iedereen natuurlijk te vinden. Dat is een heel belangrijke zaak. Maar, niet zo extravagant. Nee. Nee, dat hoeft voor mij niet. Hoe vind je überhaupt dat de homo-emancipatie in Nederland ervoor staat? Nou, vroeger had ik in Nederland iets van deugd. Het is vrij, het is behoorlijk gezond. Maar ik moet zeggen, de laatste paar jaren vind ik het veel meer in een mineur gevoel. En ik hoor eigenlijk minder prettige verhalen van hoe door verschillende culturen die natuurlijk een effect hebben op het hele homofilie gebeuren. En dat vind ik soms heel triest wat gebeurt. Maar waar komt dat vandaan? Ja, het heeft met de opvoeding te maken. Als je niet vanaf kinds af aan leert dat je kan ook van een jongen houden of twee meisjes van elkaar kunnen houden. Als dat niet in goede banen wordt gestuurd of verteld, of dan gaat men zijn eigen conclusie trekken daarvan. Het gaat soms zijn eigen leven leiden. Dat vind ik heel jammer. Dus want je gaat natuurlijk al een tijdje mee. Het is lange tijd goed gegaan, al in de laatste jaren zie jij. Zeker. Dat er toch wat, zeker. Minder. Goed, zometeen gaan we het dus hebben over Dancing with the Stars. We gaan het hebben over jouw one-man show, die er ook aan gaat komen. We gaan dus, wat ik al zei, heel veel muziek draaien tot 2 uur van jouw lijst. We komen nu uit bij Sammy Davis Jr. Ja. Waarom? Sammy Davis Jr. was een artiest van, die heb ik in Carré gezien. En die man, die was eigenlijk een fenomeen. Het was een heel klein mannetje. Die had een enorme presence, drift. Het was geen mooie man. Het was een.